Jullie zijn begonnen echt in de kelder van het profcircuit. Nu sta je hier. Die overgang, beschrijf die eens. Die overgang is echt niet te beschrijven. We staan gewoon in Marokko te spelen. Ergens in een Challenger Futures. Drie tennisveldjes met drie man in het publiek. Dus de weg is niet heel lang geweest eigenlijk. We hebben binnen een jaar zijn we eigenlijk van niks naar ATP niveau geklommen. En dat is zo'n verschil met hier. Je speelt hier om duizenden euro's. Punten, bizar veel punten voor glorie, voor alles. En daar speel je voor echt $100, hè? $50. We hebben een potje gespeeld voor $50. Moet je voorstellen waar we vandaan komen en dat over een traject van 2 jaar. Maar dat maakt niet uit, want we hebben wat eelt op onze ziel gekregen daardoor. Dus waardoor je wat langer vol kan houden alles. En dat blijkt wel dat we gewoon hier heel goed doen. Ik zag een grote ontlading met Matwee. Jij bent natuurlijk ingetogene, maar wat ging er in je hoofd om? Veel natuurlijk. Goed, je hoopt natuurlijk dat Mat die return inslaat aan het einde en dat ik de volley krijg. Goed, daar was ik op aan het azen om hem zelf af te maken natuurlijk. Ik zou hem op me afkomen. Het was niet de cleanste volley volgens mij die ik heb geslagen in mijn carrière. Swa. Hij ging in en ging er doorheen. Dus een geweldig gevoel natuurlijk. Alles valt dan van je af, alle spanning, alle focus, die is dan even helemaal weg. En dan is er een ontlading. En als je dan goed een publiek op de banken hebt staan, dan is het wel een beetje kippenvel. Ja. Vorig jaar was je nog heel nederig. Hè? Zei, oh, daar moet ik eigenlijk nog heel veel van leren. Die man kan me zoveel leren. En nu heb je hem al een keer verslagen. Ik blijf wel nederig, want dat soort jongens die hebben natuurlijk bizar goede resultaten gehad waar wij nog niet eens in de buurt van kwamen. Dus wat dat betreft heb ik ontzettend veel respect voor hen, dat weet hij ook. Desalniettemin gaan we morgen gewoon aanpakken en heel hard. Dat weet hij ook. Maar morgen is weer een nieuw potje, dan moeten we ons weer bewijzen. Dat wordt een heel interessant potje morgen, ik zie er erg naar uit.